Hoi, goeiedag. In je proefvideo, ik heb vier smaken Schweppes. En dan hebben we allereerst de Schweppes Pink. De Schweppes Mojito. De Schweppes Indian Tonic. En de Schweppes Agrume. Ik pak heel even mijn bril, momentje. Zo, daar kan ik jullie wat over vertellen. Oké. We beginnen met de Schweppes Tonic. Met zwarte bessensmaak. Caloriearm staat erbij. Het heet Schweppes Pink. En wat kunnen we ervan lezen? Er zit 330 milliliter in. En het heeft 63 calorieën. Is dat caloriearm? Oh. Per 100 liter. 100 liter. De. Per 100 milliliter heeft het 19 calorieën. Ik heb ook een flesje water erbij. Voor het geval ik mijn mond moet spoelen. En dat verwacht ik wel. Want ik heb ook de tonic en die lust ik niet. Ben je niet zo dol op Schweppes? Het is geen cola, hè? Nou, daar gaan we. Oké, wat proef ik? Ken je het gevoel als je bosvruchten eet, frambozen, aardbeien ook wel een beetje, maar ook zwarte bessen en zo? Dat het een beetje dat droge gevoel in je mond achterlaat? En een heel klein beetje, ja. Bitter, is het bitter? Een bittere nasmaak heeft dat, maar dat droge gevoel in je mond. In eerste instantie denk je, oh ja, lekker fruitig. Lekker. Voelt. Maar uiteindelijk ga je heel veel speeksel maken of zo. Ik weet het niet. Maar wel heel lekker. Het is niet heel zoet. Het is niet heel zoet. Ik kan hier het blikje wel van opdrinken. Dennis zou het heel lekker vinden. Die houdt heel erg van cassis. Het smaakt ook echt naar cassis. Maar dan alsof je cassis hebt met spaarrood. Ik vind spaarrood niet lekker. Omdat ik vind het altijd een beetje bitter. En daar, dat heeft het wel een beetje in zich. Maar zeker lekker. Zeker lekker. Ik geef deze een 7. Ja. Ja. Dat is echt lekker. Ja, probeer hem. Deze komen alle vier van de Lidl. Volgens mij. Dan hebben we de Mojito. Alcoholvrije drank. Met smaak van limoen en van limoen en mint. 330 milliliter. 127 calorieën. In een blikje, hè? Per 100 milliliter 38 calorieën. Ja, ja hier, ik weet wat ik hiervan vind. Deze heb ik wel eens. Dus dan weten jullie ook wat ik hiervan vind. Een hele aparte smaak.
Het is inderdaad limoen en mint. Citrus en mint. Ja, limoen wel. Smaakt dit naar mojito? Dat weet ik niet. Ik heb nog nooit een mojito gedronken. Wij zijn niet heel erg alcoholerig. Ik denk dat Wessels wel gedronken heeft hoor, een mojito. Maar Dennis en ik niet zo. Dat heeft met vroeger te maken. En het probleem dat ik alles wel lust op zich. Bijna alles qua alcohol. Maar niet alles even lekker vind natuurlijk. En ik ben er gewoon voorzichtig mee. Verslavingsgevoeligheid vanuit de familie, zeg maar. Verslavingsbelast. Begrijp je een beetje wat ik bedoel? Daar gaan we verder niet over uitbreiden. Het is allemaal niet zo erg als jullie denken. Het probleem opgelost, zeg maar. Maar mojito, ja. Ik vind deze lekker. Ik vind deze echt, echt heel lekker. Maar nogmaals, ja, of het echt naar mojito smaakt, ik zou het niet weten. Deze krijgt een 8,5. Ja. Dit drink ik op vandaag. Die kast is niet. Die doe ik zo meteen een glaasje overheen. Zodat de prik er een beetje in blijft. En dan geef ik die aan Dennis straks, als hij thuis komt. Twee blikjes zijn voor Dennis als hij thuis komt. En twee blikjes ga ik ook drinken. Wat ook naar Dennis gaat. Is de Indian tonic. Caloriearm. Waar is het van gemaakt dan? Er staat op, quinine is van natuurlijke oorsprong. Maar wat is het dan? 330 milliliter, 64 calorieën. 19 calorieën per 100 milliliter. Het is een bruisende frisdrank met extract van quina. Met suiker en zoetstoffen. Koel schenken. Nou, Dennis lur ik dit gewoon zo op hoor. Dennis vindt tonic heerlijk. Wessel lust het ook. Tonic is de reden waarom ik geen gin tonic lekker vind. Ik vind tonic gewoon niet lekker. Maar ik vind spa rood en zo ook niet lekker. Valt bij mij allemaal een beetje in dezelfde categorie. Ik ben aan het traineren. Oké. Okay. Niet terrible. Als je eerst een slok neemt, denk je... Ah, oké. Okay. Ik geef het een 5. Als je de eerste slok neemt, denk je... Ah, zoetig. Zoetig. Niet te zoet. Maar zoetig. En als je dan doorslikt, dan blijft er zo'n filmpje achter in je mond hangen. Als je wat hoort rondlopen, dat is Anton. Oké. Nou, niet vreselijk. Als ik om zou komen van de dorst, zou ik het drinken. Maar ik geef het een 5, zeg maar. Als ik het ergens zou krijgen, verplicht, zou ik het opdrinken. Maar het is geen favoriet. En dan de agrum, de Schweppes agrum. Met citroensmaken. Met sinaasappel, pompoenmoes, limoen en mandarijn. Caloriearm. En wat staat hier op? Koel schenken. Een bruisende frisdrank met natuurlijke aroma's van citrussmaken. Ook 33 milliliter erin. En deze heeft 63 calorieën per blikje. 19 calorieën per 100 milliliter. En deze gaan er
Deze kunnen er met flessen doorheen. Oh. Deze krijgt een 9. En een half. Het lijkt een beetje op bitter lemon. Maar dan fruitiger, citrusachtiger, fruitiger. Dag Anton. Ja, gelijk kwispelen. Ja, gelijk kwispelen. Ja, deze krijgt een 9,5. Oh, manneke. Oh, hallo. Niet in mijn gezicht likken. Hallo. Zeg eens hallo tegen de mensen. Zeg eens hallo. Zeg maar, oh, je zit met je poot in mijn shirt, vriend. Zeg maar hallo. Ja, lekker. Zeg maar hallo. Ja, je bent cutie. Je bent een cutie. Kom, grond. L, 1, 2, ja. Oké. Sorry, ik was even... De Schweppes Agrum. Een 9,5. Absoluut. Te lekker echt. Die ga ik opdrinken. De Mojito, een 8. Die ga ik ook opdrinken. Is echt, echt een heel lekker drankje. Wel zorg dat je het koud drinkt. Allebei. Dan de Schweppes Pink. Dus de Cassis variant, zeg maar. Ja, het is echt een soort bitter lemon. Nee, het is niet bitter lemon. Het is een soort tonic met Cassis smaak. Ik vind hem minder erg. Ik geef deze een... Dat zei ik een 7, hè? Ik denk een 6,5. Ja, een 6,5. En dan de gewone Indian tonic, een 5. Ja, het is gewoon niet mijn favoriet. Ik vind het gewoon niet zo lekker. En dan heb je natuurlijk nog gewoon de gewone bitter lemon. Die zou tussen de Mojito en de Pink instaan voor mij. Dat vind ik ook prima om te drinken. Maar de Agrum is de absolute winnaar. Proberen. Dankjewel voor het kijken. En graag tot de volgende. Doei!